Ja, ik ga mezelf even op de borst slaan. Hey, twee goals van Malen. Ja, en weten jullie het nog? Ja, want dit zei ik 2 weken geleden over Daniel Malen. Maar ik ben op een ochtend wakker geworden met nummer 18 in mijn hoofd, vrienden. Nummer 18, Daniel Malen. Dat is onze man voor het EK. Geloof mij nou. Ja, hij gaat het doen. Ja, ik weet dat hij niet voorkomt in de plannetjes van Ronald Koeman. Nee, Ronald Koeman die zit meer te denken aan een Gakpo. Maar de Gakpo moet gewoon lekker gaan bidden. En dan heb je daar, en op rechts wil hij dan met die Simons en dan met de Pai. Dat is zijn idee. Dat wil Koeman. En niemand heeft het over Malen. Helemaal niemand. Maar Malen, Daniel Malen, 25 jaar oud, in de piek van zijn carrière. Die zou het kunnen gaan doen voor Nederland. En waarom? Want die Veerman, die staat erachter. Of de Pai zelfs, die kan het nog doen. En die zetten hem minimaal 3 keer alleen voor de keeper in een wedstrijd. Hij is snel, die Malen. Hij is razendsnel. Die neemt die bal mee en zwaait iedereen gedag. En weg is hij. Ja. En daarna, dan heeft hij dus de enorme kwaliteit, onze Malen, ja, om heel droog te scoren. Ja. God en God droog. Maakt geen mooie goals, nee. Droge, goddroge goals. Ja, ze zijn zo droog, daar krijgen ze in de Sahara de hik van. Zo droog scoort hij. Maar die tellen wel hoor. Ja, die zitten namelijk, droge goals. En die komen ook gewoon op het scorebord. 1-0. Ja, Malen staat er dan achter. Dat soort doelpunten heb je nodig in zo'n toernooi. Als je de 4 of 5 maakt, dan kom je verdacht ver hoor. Bij het EK. Ja. Dus, vrienden, nogmaals. Jullie met z'n allen, maar ook Koeman en Ronald als je kijkt. Laat hem niet invallen. Ja, niet het kwartiertje voor het einde, nee. Als je hem laat invallen, laat hem dan heel lang invallen. Of zet hem anders in de basis. Ja. Hé, ik zeg het je. Malen is onze man.